De vloer dweilen. Iets wat regelmatig terugkomt en soms best een uitdaging kan zijn als je niet over de juiste tips en tricks en de juiste dweil beschikt. In deze video ga ik je in 5 stappen laten zien hoe je snel en effectief jouw vloer kunt dweilen en ik geef je een paar handige tips. Stap 1. Opruimen en stofzuigen. Voordat je gaat beginnen met dweilen is het handig om alles eventjes op te ruimen. Dus zorg ervoor dat er geen losse snoertjes of schoenen of iets dergelijks op de grond staan. Vervolgens ga je stofzuigen. Als je dit van tevoren niet doet en er ligt stof of vuil op je vloer, dan verspreid je het met dweilen alleen maar in plaats van dat je het opruimt. Dus eerst stofzuigen. Stap 2. Een geschikte dweil gebruiken. Ik gebruik altijd de TechWise 4-in-1 dweilset. Deze dweil heeft namelijk een sprayfunctie en een uitwringsysteem, wat super handig is, want daarmee blijven tijdens het dweilen je handen schoon en droog en kun je super efficiënt aan de slag. Nou, en de derde stap is kijken wat voor vloer jij thuis hebt. Als je namelijk thuis laminaat hebt liggen, is het beste om een laminaatreiniger te gebruiken. Maar als je bijvoorbeeld natuursteen gebruikt, kun je zelfs afwasmiddel gebruiken. Dit is echt een wondermiddel wat weinig tot geen strepen achterlaat. Heb je geen afwasmiddel thuis of geen laminaatreiniger, dan kun je ook nog gebruik maken van een allesreiniger. Het dweilen zelf natuurlijk. Ik heb een paar heel goede tips voor je waarvan je waarschijnlijk nog niet weet dat het zo is. Als eerst namelijk te nat dweilen. Sommige mensen gebruiken veel te veel water bij het dweilen en dat is slecht voor je vloer. Het water kan namelijk in de naden van je vloer of laminaat trekken, waardoor er vochtplekken ontstaan en er bubbels terechtkomen. Dat is ook de reden dat ik deze TechWise 2 gebruik. Je kunt hem namelijk zo nat maken als dat je zelf wil. Met het handige uitwringsysteem kan ik namelijk zelf kijken hoeveel water ik op de doek laat zitten. En dan de tweede techniek is dat je altijd met koud water wilt dweilen. Wat veel mensen namelijk fout doen is dat ze met warm water dweilen. En warm water verdampt sneller dan koud water, waardoor er zeepresten achterblijven op je vloer en dat wil je natuurlijk niet. Verder is het belangrijk dat je tijdens het dweilen regelmatig het dweil even schoonmaakt om te voorkomen dat je het vuil overal naartoe verspreidt. Zo krijg jij je vloer extra schoon. En de vierde techniek is dat het belangrijk is dat je de vloer de tijd geeft om te laten drogen. Zorg er na het dweilen voor dat je er in ieder geval zeker een half uurtje niet overheen loopt en zet de ramen of de deuren even open zodat het de tijd heeft om te drogen. Ik ben weer klaar met dweilen en ga zo lekker genieten van mijn schone vloer. Maar eerst even opruimen. Het handige van deze dweil is dat je het microvezeldoekje op 60 graden kunt wassen, zodat alle bacteriën eruit gaan. Ik vind het ook altijd handig dat je deze dweil kan neerzetten om hem makkelijk op te ruimen. En zoals ik net aangaf, is de emmer inklapbaar. Vond je dit een leuke video? Wil je meer van dit soort tips zien? Volg dan zeker ons kanaal. Laat een duimpje achter en dan zie ik jullie snel. Doei doei!